Wanneer er in een tekening verschillende elementen met hun rand op elkaar liggen, is het soms moeilijk het juiste object te selecteren. Victrix zal steeds het vlak dat bovenaan in de stapelvolgorde ligt selecteren. Om een ander object te selecteren, kunnen we de stapelvolgorde aanpassen. Vanaf Victrix 2012 kunnen we de onderliggende objecten selecteren zonder de stapelvolgorde aan te passen. Dit met het commando Selecteer samenvallende objecten. Wanneer ik met mijn cursor op de rand ga staan, dan kan het zijn dat er een sterretje naast mijn pijltje verschijnt. Is er een sterretje aanwezig, dan wil dat zeggen dat er twee of meerdere objecten met hun rand boven elkaar liggen. Is er geen sterretje aanwezig, dan is er ook geen samenval van objecten. Ik ga met mijn pijltje op de rand staan. Het sterretje verschijnt, dus er zijn meerdere objecten aanwezig. Ik klik met mijn rechtermuisknop en kies voor het commando Selecteer samenvallende objecten. Victrix zal een venster openen met alle objecten die op deze zijde samenvallen. Victrix houdt hier rekening met de stapelvolgorde. De objecten die bovenaan liggen zullen als eerste verschijnen in de lijst. De objecten die onderaan liggen zullen onderaan in de lijst te zien zijn. Selecteer ik één van deze objecten in de lijst, dan zal het geselecteerde object een rode rand krijgen. Door op OK te klikken, zal het object dat rood opgelicht is, geselecteerd worden. Nu kunnen we het geselecteerde object bewerken.